بصح دور مكنية أنا غير خلو تدخوت فزيت ما يدرسني يزيت ما يلوت يا كلوت ايك بصر صغيرات غد الكريمينيو بتكن دات دات ما ليفي سو كاوت موت ساين سو كيل ايك برات ما ان اندر كانت اسات سو ستيل Hoort niemand mij? Is er dan echt niemand aan mijn zij? Altijd alleen gestruggeld, maar op dit moment. Ik verlies mijn levenskracht en mijn moed. Is er niemand bij wie dit wat doet? Is dit mij waard? Een liefdeloos bestaan? Is dit mijn karma? Voor alles wat ik heb gedaan. Nu sta ik hier. 18 jaar. Nog geen leven. En weet je, ik ga ervoor zorgen dat ik elk kind liefde kan geven. Iets wat ik voorheen nooit heb gehad. Mijn verleden is geweest. Het is gedaan. Maar mijn toekomst, daar pak ik al mijn kansen voor aan. Ik leer om nu van mezelf te houden. Want ondanks mijn verleden, vind ik mezelf het waard. Want eigenlijk ben ik best lief en puur van aard. Mooi. Bij de toekomst gaan staan. Is het echt gebeurd? Ja. Wat heb je nodig gehad? Ik heb, toen ik 18 werd, besefte ik dat ik echt hulp nodig had. Tot aan mijn 18 heb ik ook heel graag weg. Ik heb gesloten gezeten, ik ben van plek naar plek gegaan. Dus ik kon echt niet wachten dat ik 18 was, want ik hoefde niks meer te bewijzen. Het was klaar. Toen ik 18 was, heb ik gevraagd voor nazorg. Maar ik wilde mijn mentor houden. Want hij was de eerste man die ik ooit in mijn leven heb vertrouwd. En ik wilde niet weer opnieuw die proces in. Ik heb geen familie waarop ik kon terugvallen. Ik had geen vrienden waarop ik kon terugvallen. En ik heb hem niet gekregen. Ja, want het netwerk waar ze net over hadden, jouw netwerk, was geen positief netwerk. Nee, dat klopt. Dat was eigenlijk een netwerk waar je liever misschien niet meer in aanraking wilde komen. Ja. Dus mag ik je nu vragen, stel, je bent een beleidsmedewerker, een beleidswerker. En je gaat daar staan. Wat zou jij dan nu doen? Ik zou zorgen op mijn... Ja, nu de macht, hè? Ja. Okay. Je mag alles doen vandaag wat jij wil. Wat zou je doen als eerste? Alles? Alles. Ik zou sowieso zorg op maat bieden. Elk kind is anders. En elk kind verdient gewoon liefde en op zijn kracht te komen. De een heeft meer hulp nodig, de ander niet. De een heeft het eerder door, de ander niet. Maar ze hoeven niet dit te voelen wat ik heb gevoeld. En dat verdient geen enkel kind. Wacht nog even niet, want ik wil nog even ook iets vragen. Dat wil ik maar zien. Je had het al over een mentor. Ja. Wil je dat voorbeeld nog even aankaarten? De goede toch? De goede mentor. Ik heb een hele goede mentor gehad. Ja. Hij is echt mijn redder geweest. Als ik hem niet had, zou ik hier niet staan. Hij is gewoon een leerkracht. Hij was totaal niet bezig met zorgen per se of zo. Maar hij heeft elke dag bijna bij mij gelopen. Hij schrok niet van mijn verwondingen, hij schrok niet van mijn plekken. Hij schrok helemaal niet. Hij liep met mij op straat. We liepen rondjes, soms gingen we praten, soms niet. En uiteindelijk dankzij hem heb ik mijn kracht gevonden. En daarom sta ik ook hier dit voor jullie te doen. En dat is wel allemaal dankzij één persoon die... Want je hebt hier een heel mooi punt te pakken. En dit was ook één punt waarin we elkaar deden te vonden. Omdat je al een probleemgeval bent, word je vaak ook behandeld als een probleemgeval. En kom je in een probleemgevallen gat
En dan kom je niet uit en alle mensen om je heen zien je ook als een probleemgeval. Dus zelfs op de middelbare school zeggen ze, ja sorry, je bent emotioneel gestoord, wij gaan je geen educatie geven. En zo hadden we allemaal gelijke verhalen. En dat wilden we hier even naar boven halen. Mohini, ik denk dat je zo meteen je kaartjes kan uitdelen. Want als beleidsmaker doe je het heel goed. Dankjewel. Ik vind het heel erg om te horen dat je niet de hulp hebt gekregen die je eerder had willen. Maar volgens mij, als je echt hulp nodig hebt en je wil graag, dan is er echt hulp. Echt. Wat heeft ze? Het is ook belangrijk om zelf je netwerk te houden. Sorry, wat zeg je? Nou, het is ook belangrijk om wat te oefenen om je netwerk op te houden. Ja. Dus als je wil, kan je een hele hoop, denk ik. Maar ja, is staat hier wel. Wil je maar een microfoon? Wat doet het met je? Dit raakt me echt in het diepste van mijn ziel. Waarom? Ik sta hier niet namens mijn eigen verhaal. We hebben het net ook al gehoord. Het is een verhaal wat meerdere mensen zich voelen. Je hoort al aan mijn stem, is ook voor is dat ik echt emotioneel ga worden. Goed voorstel. Maar dit is wel wat ik, toen ik achter mezelf gehoord, je moet gaan leren vertrouwen. Je moet gaan leren om je eigen netwerk te bouwen. Je bent klaar nu, je bent uitbehandeld. Ga nu maar je ding doen. Dus dit zijn de dingen wat mensen denken, dit raakt mij echt. Want ik sta niet alleen met dit verhaal.